on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk Fish hier weer. En vandaag weer een nieuwe Goldfish natuurlijk. En we gaan spelen op de map Interchange. Ik speel Kill Confirmed. Ook al vanwege de hackers. En Domination Wrangler is echt fucking te saai. Daar zitten ze echt te campen voor killstreaks. Het gaat helemaal nergens over. Misschien dat het toevallig is, maar ik denk, ja, ik neem er even twee op achter elkaar. Is altijd wel lekker als je even lekker even wat opneemt. Ja, toch? Ja, toch? Even lekker wat opnemen. En we gaan in ieder geval met Specialist spelen gewoon, want dat is wel leuk. En ik zal eventjes die gasten even muten. Het is nog 5 tegen 5, dus ik hoop dat ik zo meteen, in ieder geval iemand nog erbij komt. Hè? 6 tegen 6 is ook altijd leuker. We gaan even kijken. Ik heb Steady Aim erop trouwens, voor de mensen die het willen weten, expres, want ja. Dit was echt mega slecht, of niet? Dit was echt zo super slecht. Al is het natuurlijk wel erg lastig om in te schatten hoe en wat, hè. Zo. Dan doen we het zo, hè. Ik weet niet wat echt de looproutes zijn op Kill Confirmed. Dat is natuurlijk, ja, regular Kill Confirmed. Dus, ja. Nou, ik zal even de tag pakken. Misschien dat mensen zien waar ik dan ben. Wat dan? Wat dan? Meen je dit nou echt? Dit is toch echt pure aids met de tactical insertion trouwens ook nog, hè? Dat ook nog een keertje. Jezus, mensen. Nou, tag 1, tag 2. Ik denk, ik ga mijn headshotje geven voor ver, maar ja, die andere gast zit ook al dicht in de buurt. Jezus, mensen. Campertjes, campertjes, campertjes. Ik ben ook niet zichtbaar. Maar ja. Even hier omheen lopen. Oh. Oh my god. Daar. Bowser Betty. Ging er nog bijna af. In mijn mik. Wow, wow, wow. Daar. Altijd lastig nu. Waar zitten ze? Even kijken hier. Oh my god, specialist. My god. Ah, dat is nou echt jammer. MK14 met silencer. Nou, het is het is wel zo dat mij op deze map is het wel een beetje mij gegund, zeg maar. Hoe heet ik weer? Goed spelen met een model op een of andere manier. Terwijl het een echt een kutmap is natuurlijk voor dit, hè. Ja. Ik denk dat Kill Confirmed ook wel een leuke game mode is ervoor. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. En we gaan hier omheen. What the fuck, man.
Wat een gekke. Hieromheen lopen, hieromheen lopen. Campertjes, campertjes, campers. En nu ga ik hier naartoe. Is misschien wel dodelijk. Goed luisteren. Oh my god. Oh. Wow, 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 wow. Twee keer specialist al. En dat is op zich wel prima. In orde natuurlijk. Maar ja. Kut, waar dan vandaan? Ik zag hem niet komen. Oh, ja, silencer. Ik zag hem niet komen. Dat blijft altijd wel lastig, denk ik. Op kill confirmed. Om een mo-op te halen. Ik heb wel mo-ops gehaald op kill confirmed hoor. Maar dan wel op ground hoor. Niet op regular. Regular zou ik eens een keertje moeten proberen. Ik heb... What the fuck? Waar dan? Ja, dat hoor je niet. Klaar. Dat hoor je niet, dat zie je niet. Dat weet je niet. Kut man! Kom op! Chris, dat is gewoon slecht dit dan. Toch die tags oppakken. Moet je kijken wat de score is. We staan zo ver voor. Maar op een of andere manier gaat het nog niet helemaal volgens de planning. Even goed mikken. Oh. Ja. Niet hier, technical research hier om de hoek. Even goed kijken hier. Oh. La 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 la. Oké. Dat is altijd nice. I love the UAVs. I love the UAVs. Ik heb een hitmarker. Oh. Weinig mensen op de radar. Ja, weinig mensen op de radar. Ik wist niet wat ik doen moest. Oh, dat zag ik echt niet. Dat zag ik ook niet. Hé. 26-8. Dat wel. Dat is eigenlijk op zich helemaal niet zo slecht. Kijk of ik hier... Oh, wow. Ja? Fishom! Ook nog, die gast. Ik kon die meneer niet killen. Even kijken hier. Daar zit een headlisser. Die ga ik even een headshotje geven. Headlisser krijgt headshot. Oké. Okay. Gaan we dit duel aan? Dit duel gaan we niet aan. Want zij is geflankt. Best wel nice dit, hè. Hoeveel kills heb ik? 30 kills. Pom 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 pom. Dit gaat echt heel erg goed, jongens. Oh, ze zijn gekwit. Dat is wel jammer. We gaan daar even kijken. Daar is iemand dood gegaan, dus misschien dat we... Oh, er zit een snipertje, zat er. Snipertje. Ik ga gewoon fucking scheid hebben, jongen. Hè? Ook dood. Ook weg. Ze gebruiken wel goed hun portable radars, die gasten. Dat vind ik op zich al heel erg fijn. Het is alleen kut nu dat we gewoon te weinig mensen tegenstanders hebben. Ja. Ja. Pech man, dat ik een duel heb met twee mensen. Tenminste, dat jij een hitmark krijgt. En dat moet je echt op deze, met dit wapen. Met deze, ik kom nog eens aan woorden, Chris. En dan moet je toch echt wel een beetje. Ja. Fucking hell zeg. 32 kills. Nou, dat valt eigenlijk wel mee, dit hè. Meer kills dan normaal. Misschien is dit wel een leuke game mode inderdaad om zo te houden.
Ik gok het gewoon. It's Atomic AD! Oh yeah! Die kan er wat van. En ik zie hem daar staan. En dat is mooi. Nou deed me waar, nou deed mijn knopje niet. Of ik was gewoon te traag. Kan ook. Ja toch? Time's almost up. Dat is wel fucking minder. Hup. Weet je wat? Dan mag je C4 eten. En we hebben trouwens daarmee ook de final kill denk ik behaald. Klopt dat? Klopt dat? Ja, dat klopt. C4 overpowered. Eten, zullen we zeggen. Ja toch? 34-12. Nou, dat is op zich niet zo heel erg verkeerd denk ik toch? Het is, ja, ik weet niet, met mol, ik weet niet. 34 kills. Ik vind het in ieder geval niet slecht. Longest kill streak, most kills, longest kill streak. Oh yeah. Wat nog meer? Most time near enemies, most kills from behind. Wat natuurlijk logisch is met een shotgun. Ik zou zeggen jongens, geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Bye bye.